We zijn op onderweg naar Eindhoven om te shoppen. Voor de zwangerschapsshoot, die hebben we zo meteen. Dus ik dacht, misschien vind ik nog wel leuk wat ik precies heb gekocht. Wat ik dan weer super irritant vind. Hoi en welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is een nieuwe vlog. Ja, een nieuwe vlog. Welkom. Vandaag zijn we op onderweg naar Eindhoven om te shoppen. Want ik heb wat dingen nodig voor mezelf en de baby. En ik heb een nieuwe jas nodig, want dit is de kattenaantrekjas. Kattenharen aantrek. Wauw, top. Top. Ja, een winterjas. Ja, en we hebben net koffie, of ja, Gertje heeft koffie gehaald. En ik, warme chocomel, die staat hieronder. En... een kaasbroodje. Nom nom. Dus nu gaan we onderweg naar Eindhoven en dan neem ik jullie een heel klein beetje mee. Denk ik. Dag. Hoe je nieuwe zwangerschapskleding gaat plassen. Passen. Ja, ik hoop niet dat ik ze ga beplassen. misschien ga je ze beplassen, dat kan ook nog. Maar ik zal ook later thuis, als we thuis zijn, een shoplog doen. Dan kunnen ze het rustig uitgebreid zien. Mm-hmm. Maar dan weten jullie dat. En we moeten nu verder, anders komen we nooit in Eindhoven. Nee. Gewoon Muslim squares, maar dat zijn Muslim. Muslim, ja. Dat is allemaal kerst. Oh my god, moet je kerst weer, hè? I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells. Inmiddels weer thuis. Het was echt een supergezellige en leuke dag. Ik heb wat sfeerbeeldjes voor jullie gemaakt. Ik heb mijn camera in de auto verder gelaten, maar wel met mijn telefoon hier en daar wat gefilmd. Ik heb ook wat gekocht. Dat ligt allemaal op de tafel. Daar. Maar ik zal morgen even voor jullie een shoplog opnemen met wat ik allemaal heb gekocht. Het is voornamelijk voor mezelf en voor de baby. Bij alles eigenlijk. Voornamelijk voor kraamperiode en dat soort dingen. Want ik had niet echt pyjama's en zo, dus dat wilde ik graag nog aanschaffen. Dus het was vooral ook gewoon een gezellig dagje even weg met Gertjan samen nu het nog kan. En dat was het ook zeker. Dus dat is in ieder geval al een geslaagde dag. Ik heb net ook nog de vlog zitten editen voor vandaag, die eigenlijk al om 6 uur online had moeten staan. Maar ik had heel veel problemen met renderen maandag en gisteren heb ik er nog naar gekeken. Maar hij wilde maar niet renderen. Geen idee wat er aan de hand was en ik wilde gewoon niet nog meer stressen. En vanochtend vroeg wilde ik eigenlijk eerder opstaan, maar dat was ook niet gelukt. Dus helaas heb ik nu echt nog 1,5 uur eraan gezeten om opnieuw te editen, het laatste stukje. Want hij deed iets heel geks met de beelden. Dus die komt pas heel laat online vandaag. Maar goed, hij is in ieder geval wel nog online. Dus vandaar dat ik verder niks meer gevlogd heb. Het is inmiddels ook bijna 10 uur 's avonds. Dus ik ga ook de vlog vandaag ook niet langer maken. Ik ga gewoon even rust nemen. En dan zal ik morgen in ieder geval laten zien wat ik heb gekocht. En dan jullie natuurlijk wel meenemen in mijn vlog. Dus ik spreek jullie morgen weer. Vandaag is het alweer zondag. Ik heb volgens mij het laatste woensdag gefilmd. En ik weet niet wat daarna gebeurde, maar mijn hormonen waren alle kanten op. Ik was super emotioneel. Ik heb wel gewoon gewerkt en zo, maar ja, geen idee. Ik heb echt liggen janken om helemaal niks. Dus
Ja, ik heb gewoon niet de energie gehad om de camera erbij te pakken. Gisteren hadden we het feest van opa en oma. Die waren 65 jaar getrouwd. Superleuk. Dus ja, dat heb ik ook niet gevlogd, want het zijn mensen die niet op beeld willen. En in de ochtend waren we bezig met voorbereidingen. Maar ik ga vandaag mijn nagels doen. Dit is wat er nu nog op zit. Heel erg kerstig. Maar ik heb morgen de fotoshoot, de zwangerschapshoot. En dan vind ik dat al een beetje heftig. De timing is niet heel chill, want ik heb namelijk altijd iets van kerstnagels. Maar ik ga ze nu bewust neutraal maken. En dan ga ik denk ik in de loop van volgende week daar wel nog iets op maken. Dus ik ga denk alleen de basis doen, die is gewoon neutraal. Dat is het mooiste voor de foto's. En dan zie ik in de loop van de volgende week wat ik daar op ga doen. Dus deze moet in ieder geval plaatsmaken voor neutrale nagels. Dat ga ik nu doen. Dit plekje en deze is echt weer top voor de fotoshoot, maar ik kan het denk ik wel wegwerken met de concealer. Dus ja, dat. Ik ga in ieder geval spullen erbij pakken en mijn nagels doen. Zo, ik heb even alles eraf geveild. Dan kan ik jullie niet meenemen, want dan kan ik niet praten, want de frees en de afzuiging maakt geluid. Maar ik ga nu de nagels weer even opbouwen. En ik dacht, ik neem jullie nog even mee in wat er ook nog... Nou, niet echt gebeurd is, maar wat ik dan weer super irritant vind. Ik had nieuwe BH's besteld op Bekamp, want in de stad in Eindhoven had ik er geen gevonden. Dus ik had me nogmaals opgemeten zelf en heb gewoon een wat grotere maat. Dus ik dacht, ik ga op Bekamp kijken en daar hadden ze BH's in die maat. En dan specifiek al langzaam richting voedings-BH's. Het is eigenlijk nog iets te vroeg, want ze kunnen nog wat groeien. Maar ja, die andere BH's die ik had, die meegroeien, zaten ook niet meer lekker. Dus ik dacht, ik bestel BH's. En ik dacht, doe me nu bewust. Laat het bij een pakketpunt aankomen. Dan hebben wij hier in de buurt ook een pakketautomaat. En, wacht even, zit een haar in. Die moet niet hebben. We hebben in de buurt ook een pakketautomaat. Dus ik dacht, dat is wel echt handig, want dan ben ik niet afhankelijk van openingstijden. Ik had laatst telefoondienst, dus ik dacht, ik doe dat. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik kreeg een mailtje dat het in het pakketpunt was afgeleverd. Dus ik dacht, mooi, kan ik dat dadelijk ophalen na werk. Ik moet een heel klein stukje omrijden, maar op zich geen probleem. Ik kom daar aan, ik scan die QR-code, want die moet je dan scannen. Dan gaat een vakje open, ligt dus niks in. Dus ik was echt annoyed. Want ik had meerdere maten besteld. Ik weet niet echt wat mijn maat precies is en bij welk merk. Dus er lag best wel voor een waarde in. Ik bestel normaal alles via de creditcard. Maar nu dacht ik, weet je, Bekamp, betrouwbare webshop, waarom zou ik? Maar goed, nu ligt er dus geen pakket in. En ik kon ook geen ander deurtje openen, want die QR-code was alleen voor dat deurtje. Ik heb wel nog een foto gemaakt dat het vakje leeg is. Maar eerlijk gezegd had ik ook zelf het pakket eruit kunnen halen en dan een foto kunnen maken en dan zeggen dat die leeg is. Dus ik meteen naar de klantenservice van DHL. Want daarvan is die pakketautomaat. En zij zeggen, ja, neem maar contact op met de Bekamp. Nou, jongens, er is geen contact krijgen met de Bekamp. Telefonisch heb je een mega lange wachtrij en daar had ik dus echt even geen zin in. En via de chat, ze zouden binnen een dag reageren. En dat is 2 dagen later inmiddels nog altijd geen reactie. Dus ik moet daar even achteraan, wat ik super irritant vind. Ik weet niet of jullie dit ook al eens hebben gehad. Ik heb laatst ook een pakket via Vinted besteld en een andere DHL-automaat laten liggen. Dat ging gewoon goed. Dus ik ga ervan uit dat er een fout gemaakt is. Maar dan denk ik echt, ja, dan wil ik een keer milieu. Want ik laat normaal alles hier thuis gewoon aankomen. Ik dacht, weet je, doe milieubewust, laat het op een pakketpunt komen. Heb je dit weer? En mijn zwangerschap kan ik niet zo goed handelen. Dus ik heb de dag daarna, of diezelfde dag, diezelfde BH's weer opnieuw besteld. En dan nog thuis laten bezorgen. Die zijn gisteren ook gewoon netjes gekomen. Alleen, nu staat pakketzoek. Je moet per week ook 50 cent per item betalen om te retourneren. Ik had die BH's wel nodig, want we hadden gisteren ook het feestje. En die andere BH's, die zaten gewoon niet... Mijn borsten zaten daar niet mooi in. Dus ik dacht, ik wil ook voor de fotoshoot een wat stevigere BH. Dus ik had ze wel nodig. Dus ja, dan moet ik dadelijk al die items ook weer 50 cent gaan terugbetalen aan de Bekamp. Het is gewoon annoying. Tenminste, als ze het pakket ooit nog vinden. Je
Ik weet niet of jullie het ook al eens hebben gehad met zo'n pakketautomaat, maar ik vind het een ideale uitkomst als het gewoon goed werkt. Dus ja, dat was weer top. En verder hadden we natuurlijk gisteren dat feest van opa en oma. Dat is ook super leuk geweest. Ja, 65 jaar getrouwd is natuurlijk best bijzonder. Ze zijn ook 91 en 90. Dus best wel oud. Nou ja, gewoon de hele familie bij elkaar was echt super gezellig. Hadden de kookfly, want Limburg. En Italiaans buffet, wat ook echt chill was. Dus ja, daar ben ik gisteren de hele dag geweest om van tevoren versieren. Want het was gewoon bij mijn ouders. Dus jij wilde het wel een beetje leuk aankleden. En ik had een beetje dan de kamer nog erbij te pakken. Ik dacht, weet je, ik ga gewoon even mijn broertjes en zusje aan de slag. En mijn moeder, overigens. En ja, dan wil ik gewoon niet filmen. Maar het was echt super gezellig. En best ook wel nog laat geworden. Niet opa en oma trouwens, die hebben we eerder naar huis gebracht. Maar gewoon als kleinkinderen, kinderen, was het nog gezellig. Ik moet even twijfelen welke kleur ik op ga doen. Ja, bij die andere, die zie je bijna niet. Dus zien jullie überhaupt geen verschil? Een beetje. Wat kan er bij? Nou, dat die in en out neutraler is, die zonder glitter. Ja. Goed, keuze gemaakt. Ik heb eentje in de lamp zitten. Voordat ik trouwens commentaar krijg op dat ik mijn nagel doe, want er is wel heel veel in het nieuws geweest over dat je allergie kunt opbouwen. Ben ik van bewust. Ik heb wel een cursus gedaan, dus niet dat ik het zonder cursus aan het doen ben. Maar ja, ik vind het gewoon heel fijn om nagels te hebben. Dus ja, ik twijfel soms nog wel eens, maar ik kan gewoon echt niet zonder. En ik bedoel, ik rook niet, ik drink niet, nu sowieso niet, maar normaal drink ik niet overmatig veel. Dus ja, ik gebruik al heel veel ecologisch en dat is het enige chemische, ja. Sorry, soms moet je een beetje risico nemen in het leven. Dus ja, mocht je een liefbedoelde comment, ik ben ervan bewust. Maar dus, ja, ik heb wel een cursus gedaan, dus het is niet dat ik niet precies weet wat ik doe. Want jij hebt natuurlijk ook van Pink Shellac en zo allemaal die setjes. Ben ik dan iets minder fan van. Ik heb zelf ja, een wat meer professioneler merk. Maar ja, overal zitten natuurlijk die acrylaten in, dus... Ik ben me er in ieder geval wel van bewust, maar soms zeggen ze ook deze week is dit slecht en volgende week is dat weer slecht. Soms moet je gewoon niet te veel naar het nieuws kijken. Ik heb ze trouwens ook altijd vrij kort, mijn nagels, want straks met de baby ook, dan wil je natuurlijk niet haar helemaal bekrassen. Nu zijn mijn nagels minder scherp als ik gelnagels heb dan wanneer ik dat niet heb. Dus ik ja, kras ook eigenlijk minder. Ik luister trouwens echt elke dag Sky Radio, maar er is één kerstliedje dat ik echt niet kan hebben. En ik weet dat heel veel mensen hem leuk vinden, maar ik vind het nummer van Flappy, oh, verschrikkelijk. Ik zet dan altijd een andere zender op als het kan. Oh, een walgelijk nummer vind ik dat. En niet zozeer omdat ik vegetarisch ben of zo, dat absoluut niet. Maar ik, ja. Dus ik kom, ja, net als All I Want, of, ja, All I Want for Christmas. Het is een beetje kapot gedraaid. En dan... Meh. Dan denk ik, er zijn zoveel andere liedjes. En Sky Radio draait altijd zo hetzelfde. Dus soms heb ik ook gewoon een Spotify-lijst op. Die ik dan afspeel. Bijvoorbeeld Taylor Swift heeft ook echt een heel leuk kerstliedje. En dat die hoor je dus bijna nooit. Nou. Zal wel te weinig betalen of zo. Ik weet niet hoe dat werkt met radio. Ik merk echt dat ik heel slecht twee dingen tegelijk kan doen. Dan ben ik aan het denken wat ik aan het zeggen ben. En dan moet ik hier ook op focussen. Normaal pak ik jullie pas bij de kleur erbij. Daar is iets minder focus. Maar voor mij ben ik ook best wel weer een aantal minuten aan het lullen. Maar ik wil dus weten, hebben jullie ook een kerstliedje dat jullie echt haten? Of juist een kerstliedje dat je helemaal geweldig vindt? Ik vind dus Christmas Tree Farm van Taylor Swift heel leuk. Ik vind het een beetje... Ja, die hoor je dus niet zo vaak. Die is niet zo kapot gedraaid. En vind het gewoon een heel erg nostalgisch nummer. Vooral ook de videoclip die daarbij zit. Dan moet ik ook een beetje aan mijn eigen jeugd, kerstjeugd denken. Ik vond het echt zo leuk vroeger altijd kerst. Het was echt zo'n magische tijd.
Nu nog steeds trouwens, maar je moet natuurlijk wel... Ja, je hebt ook volwassenen zorgen. En dat heb je als kind natuurlijk niet. Dus ja, ik kan echt niet wachten om haar ook gewoon steeds zo'n leuke kerst te geven. Wij kregen overigens ook geen cadeaus met kerst. Dus ik heb dat ooit nooit daaraan gelinkt. Omdat mijn jongste broertje kerstavond jarig is. Ja, ik heb dat nooit gemist. Wij kregen gewoon Sinterklaas cadeaus. En met kerstmis was het gewoon gezellig samen zijn. En ja, dat. Dus dat ben ik eigenlijk wel blij om. Ja, wij geven onderling ook geen cadeaus, Gertjan en ik. We krijgen nu wel cadeaus van mijn ouders, omdat we met Sinterklaas niks krijgen. Want we geloven allemaal niet meer natuurlijk. Maar ja, dat doen we wel. Dus we krijgen een cadeau van mijn ouders. En wij kopen dan als kinderen samen een cadeau voor mijn ouders. Dus niet dat ik weet ik hoeveel cadeaus moet gaan kopen en die kerststress, dat hebben we allemaal niet. Dat vind ik zelf wel echt super fijn. Dus ja, ik ga eigenlijk mijn andere nagels even afmaken, zodat ik me iets beter kan concentreren. En ik kom later bij jullie terug. Zo, dit is het uiteindelijk geworden. Gewoon neutraal, met een hele glittertje erin. Er zit olie op mijn vingers, dus dat zien jullie ook. Even kijken of jullie het goed kunnen zien. Zo denk ik, ja. Dus ja, op zich heel erg mooi voor de foto's. En ook nog wel een klein beetje kerstig. Moet even kijken of ik dan de loop van de week nog iets er extra's erop doe. Dat ik de topcoat even eraf veil. Even kijken hoe het loopt. Maar ja, in ieder geval zijn ze weer gedaan. En een stuk korter dan die rode. Want mijn nagels groeien echt super snel. Tequila binnengezet, ze stond op de bak, want de wei is super nat. En nu gaan we naar plaatselijk eettentje, eetcafé, restaurant, hoe je het wil noemen. Want Gertjan wil graag een biertje drinken met mijn schoonzusje. En ja, ik ga dat niet van een warme chocomel of zo drinken. Het is gewoon even gezellig en daarna ga ik nog even kijken wat ik doe. Maar het waait echt extreem hard vandaag, een beetje een stormen. Dus ik ben blij dat zij ook al binnen is. Het wordt eigenlijk ook weer ja, best wel vroeg donker. Dus vandaar dat ik haar al heb binnen gezet. Ik heb nog even gedoucht trouwens in de tussentijd. Zelf klaargemaakt. En nu gaan we onderweg. Ballen druk. En hij is een peacock vater. Hadden ze? Ja, dat dekt me druk. Oh nee! Oh nee! Je weet dat ik hier heel veel naar ga kijken. Oké. Okay. Meng, echt. Vandaag is het maandag en ik heb het net klaargemaakt. Ik heb vanochtend gewoon gewerkt en net klaargemaakt voor de zwangerschapsshoot. Die hebben we zo meteen. Gertjan zal even wat dingen doen en dan komt hij ook en dan kunnen we vertrekken. Dus ja, ik ben nooit zo heel erg van de foto's, maar ik vind het wel heel leuk om ze er achteraf te hebben. Dus ik ben benieuwd. Meng moet alweer een kerstboom. Ik word echt helemaal gek van dat dier. Hij is ook de enige die erin gaat. De rest gaat er gewoon niet in. Maar goed, dit is trouwens... een beetje verspiegeling, maar mijn make-up lookje, vrij neutraal. Ik vind dat zelf echt het mooist, wat ik gewoon dagelijks ook op heb. Dus ja, ik ga Mango even uit de kerstboom trekken en dan gaan we. The Christmas lights fill the city. There are people everywhere.
snow is falling white and pretty. Zo, net nog bij oma geweest om daar de kerstboom op te zetten samen met twee broertjes. Daar heb ik een heel klein clipje van gefilmd, van het eindresultaat. Maar nu weer thuis en ik heb nog steeds niet de shoplog voor jullie opgenomen. Dus dat ga ik gelijk nog even doen als laatste in deze vlog. We gingen dus naar Eindhoven woensdag. Voornamelijk voor dingen voor in de kraamweek en voor de baby. Vandaar de bevalling. Ik pak jullie even iets dichterbij. Dus ik dacht, misschien vind ik nog wel leuk wat ik precies heb gekocht. Jullie hebben ook al een aantal aanbeelden gezien wat ik zo in het pashokje heb gefilmd. Maar ik heb sowieso deze gekocht van Skechers. Gewoon sneakers. En specifiek de slip-ins zijn dit. Dit ding is namelijk hard, dit gedeelte. En je kunt er dus gewoon instappen als een instapper. En ik dacht, dat is in de laatste week van mijn zwangerschap super handig. Ook gewoon als de baby er is trouwens. Maar dan hoef ik me niet te bukken. En dat is echt zo fijn. Dus die heb ik gewoon voor thuis of voor het wandelen. Heb ik gekocht bij... Heb ik bij... Heet dat Nelson of zo? Maar je krijgt ze ook online hoor. Maar ik wil ze gewoon even passen welke maat ik heb. En dit rekt dus best wel mee. Dus ik dacht, het is ook wel handig als ik toch iets van vocht ga vasthouden. Dan kan ik in ieder geval deze schoenen nog aan. Dus dat is de eerste aankoop. En ook eigenlijk wel de duurste aankoop geweest. Want voor de rest ging ik voornamelijk naar Eindhoven voor de Primark. Pyjama's voor in het ziekenhuis of hier thuis. Makkelijk is met voeden, dus met knoopjes. En die had ik gewoon niet. Ik slaap niet echt met pyjama. Dus ik dacht, dat moet ik wel nog even aanschaffen. Ik heb er een aantal gehaald bij de Primark. Als eerst deze blauwe met zo'n ruitjespatroon. Het is gewoon zo'n setje. Een broek en een knoopjesshirt. En dat is best wel een lekker stofje, zo'n flanel. Volgens mij staat het ook erop. Ja. Dus deze. Ik vond het wel een leuk lichter kleurtje. Bewust wat licht kleurtjes, want kattenharen. Maar ook een rode die ik ook nu al tijdens de kerst aan kan trouwens. Want dan kan ze natuurlijk nu ook al aan. Deze set. En achteraf hoorde ik dus dat die heel fijn zijn. Het is een soort dupe van Skims. Maar ja, daar heb ik hem dus niet per se op besteld. Of op besteld, op gekocht. maar ik vond hem gewoon mooi uitzien in die kleur rood. Ik dacht, nu met kerst ook wel heel leuk. En rood staat mij ook wel altijd goed, vind ik zelf. Dan, die heb ik gepast. Dus vandaar dat die niet meer heel netjes erin zat. Om even te kijken wat de maat is. Maar een groene, ook wel een beetje kerstachtig. Volgens mij is het zelfs van de kerstcollectie. Deze... Dus een groen effe en die knoopjes kun je dus ook openmaken, waardoor het net genoeg is. En dan zo'n ruitjespatroon broek. Dus we hebben in ieder geval drie pyjama sets. Allemaal lange mouwen, want het is toch in de winter. En ik dacht, ja, dat is toch wel fijn. Ze hadden ook bijna niks meer met korte mouwen. Er was nog één rekje uitverkoop, maar de helft was echt niet om aan te zien. Beetje saai misschien, maar ook onderbroekjes, drie stuks. Die net even wat fijner zitten nu tijdens de zwangerschap. Dus die. Ik heb altijd de kleerhaken erbij bij de Primark. Voor mij hoeft dat niet. Want ja, ik doe er verder niks mee. Maar goed. Een trui. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Ja. Gewoon een basic witte trui van het normale. We hebben niet een zwangerschapscollectie of zo. Maar die valt echt super groot uit. En hij is wat langer. Waardoor hij dus mooi over mijn buik heen valt. En ja, lekker warm. Dat kan ik wel gebruiken. Dus vandaar deze. Hier heb ik volgens mij ook een aanbeeld van. Dan hebben jullie hem iets beter gezien. Maar die heb ik gekocht. En ook voor in het ziekenhuis voornamelijk. Wil, ja, niet echt een bevaljurkje. Maar wel iets wat makkelijk aan en uit kan. Ik twijfel ook of dit misschien te warm is. Want het is best wel een... Ja, het is wel een dun stofje. Maar ja, daar zit zo'n... Ik weet het niet. Dus van buiten is het zo wat dikker. Maar dit is echt een japon, nachtjapon, jurkje. Hoe je het wil noemen. Ja. Dat. Ik weet niet wat ik daar meer over kwijt wil. Maar ik dacht, het is gewoon makkelijk. Dat kun je snel even aan. En het heeft ook knoopjes. Dus dat kun je ook openmaken. Nou ja. Lekker vreemd dit om dit bij je te laten zien. Volgens mij heb ik hier ook een aanbeeld van. Maar ja. Dat. Dus dat is voornamelijk voor in de kraamweek. Dit heeft Gertjan uitgezocht voor hem. Ik zal het ook laten zien. Ik vind jullie misschien ook wel interessant.
Gewoon een basic lange mouwen shirt. Hij draagt het heel graag. Oh ja, als jullie prijzen willen weten, volgens mij zijn ze best wel een beeld. Maar ja, deze was bijvoorbeeld 8 euro. Dus dat is voor Gertje. Dan kan ik het tenminste daar ook allemaal wassen. Even kijken, dan heeft hij ook nog 4 shirts. De kleur is een beetje apart hier, want het is meer... Het is wel een beetje groenig, maar niet zo groen. Die waren 4,50. Hij heeft 2 groene en 2 witte. Het is gewoon basic shirtjes. Hij vindt die heel erg fijn. Van de Primark. Even kijken. Blijkbaar heeft hij nog een trui. Ik wist niet dat hij 2 truien had meegenomen, maar goed. Hetzelfde die hij net ook had. Even kijken. Dit is dan het witte shirt van hem. Gewoon basic, ook 4,50. Even altijd een beetje volgorde pakken, dat jullie een beetje categorieën hebben. Volgens mij is dit het laatste van de Primark, ook voor mezelf. Basic onderbroekjes. Ook altijd handig, wat kosten deze? 4,50 voor 4 stuks. En dan komt nu het leuke deel, vind ik zelf. Alles wat we voor de baby hebben geshopt. Bij de Primark. Even kijken. Allereerst deze slabbertjes. Super schattig met... van de Aristokatten is het volgens mij. En dan met Marie heet ze schijnbaar. Dus dit poesje. Dit design. En deze. En van achter is het een soort van badstof. En dan zou je denken, waarom gebruik je dit? Maar volgens mij is dat wel handig als ze op een gegeven moment een beetje gaan zuiveren. Hoe noem je dat? Deksel hebben. Ik weet niet of het een Nederlands woord is, maar dan is het wel fijn. Dan hebben ze niet meteen de hele kleding onder. Ook ging ik voor hydrofiele doeken. En ik heb deze van Winnie de Pooh. Dat zijn er 3 voor 5 euro. Ik weet niet of de kwaliteit goed is, jongens. Ik vond ze gewoon schattig uitzien. Ik zal ze even openmaken. Hebben jullie wat beter? Oh, ze zitten nog een keer vast. Altijd met baby dingen valt me op. Ze zitten echt super goed vast. Maar je hebt dus eentje met hele Winnie de Pooh. Gewoon 1 Winnie de Pooh. En nog deze met, kijk, oh, alles. Ior knorretje. Alles staat hierop. Dan heb ik ook dezelfde hydrofiele doeken, maar dan gewoon neutraal. Wel roze met bloemetjes. Gewoon een roze en een witte met roze stipjes. Even kijken. Dan heb ik, dan heb ik ook een dekentje van Winnie de Pooh. Ik vond het wel heel erg schattig. Wel, het thema van de babykamer was Harry Potter trouwens. Maar dat hebben ze niet helaas. Maar deze vond ik wel heel erg schattig. Ze wordt ook in de winter geboren. Ik dacht misschien ook wel handig om even over de maxicozy te leggen. Als we haar buiten nemen voordat ze naar auto gaat. Dus deze. En dit dekentje was 8 euro. Ik heb ook al wat grotere maatjes gekocht, want ik had al wat kleinere maten en op de 20 weken echo had ze vrij lange benen. Dus ik dacht, ik voor de zekerheid ook een maatje 62. Dus daar heb ik deze 2 in, ook weer van Winnie de Pooh, maar dan van Knorretje. En mij lijken van die pakjes met ritsen super chill. Dus deze. En dat waren er 2 voor... Heeft het, oh, hier hangt het prijskaartje. 2 voor 14 euro. Deze. Gertjan. Gertjan zag dit setje en vond het te schattig. Misschien wordt het haar geboortesetje. Moet even kijken of gewoon voor daarna. Maar dat is ook wel van Winnie de Pooh. Maar dat beige, ik vond dat wel echt super cute. Er zit ook weer zo'n slabbertje bij. Een rompertje. Overslagrompertje, dat is super chill. Een mutsje met van die oortjes. Hoe schattig. En nog een korte mouwen rompertje. Volgens mij is dit meer een boxpakje dan, noem je dat. En dit is rompertje. Maar in ieder geval te cute. En het hele setje was 16 euro. Dus dan heb je best wel wat dingen erbij.
De achterkant van dit boxpakje is trouwens zo op deze manier. Dus dat is maatje 56. En dan heb ik ook nog zo'nzelfde setje, maar dan van Garfield, want ook gewoon heel erg schattig. In maatje 62. Daar zit ook weer, het hangt allemaal bij elkaar. Maar daar zit ook weer zo'n slabbertje bij. Ook weer een rompertje. En een boxpakje. Ik noem het boxpakje, pyjamaatje, ik weet niet wat het is. Maar ja. In ieder geval super schattig. Dus die is dan maatje 62. Dit is maatje 56. Is wel al een stuk groter hoor, maar dan is het in ieder geval ook een beetje op de groei gekocht. Want ik denk dat we ook nog best wel veel kleding gaan krijgen. Bij de H&M ook nog een soort loungepak voor mezelf gekocht. Maar die zit in de was, die heb ik al gedragen. En ik heb ook nog een jurkje gekocht bij de Kostes. Ook niet per se zwangerschap, maar dat zat gewoon heel erg lekker. En die zit ook in de was. Dus daar heb ik wel twee aanbeelden van als het goed is. Dat hele pak weet ik niet, maar dat laat ik vast nog wel eens zien in de komende vlogs. Want vanaf mijn verlof ga ik daar een leven, denk ik. Dus die twee dingen heb ik ook nog gekocht. En we zijn nog even naar de prenatal geweest. Voor wat grotere hydrofiele doeken, want die hadden ze bij de Primark niet. En ik wilde ook een beetje soms goede kwaliteit. Bijvoorbeeld om de kruiken in te rollen. Heb ik deze twee. Met gewoon beige en beige met stipjes. Het hoeft voor mij niet per se beige te zijn, maar ja, het hadden niet heel veel opties. En die waren €14,99 voor twee stuks. En ook nog, want dat vond ik ook niet bij de Primark, twee mutsjes. Omdat ze in het begin, vooral als zij in de winter wordt geboren, wel haar hoofdje warm moet hebben. Heb ik deze, een beetje ja, roze-bruinachtige. En dat is gewoon één maatje voor €7. En een hele schattige witte met, ja, ik weet niet of je het kunnen zien. Ja, daar zit zo'n, ja, niet breipatroontje, ook niet echt kant. Maar het doet me echt denken aan van die pakjes die ik vroeger aangehad heb. En die was €6 en die andere €7 volgens mij, ja. Dus ja, moet je kijken hoe klein dit is. Oh, maar goed, maar ik weet niet, in mijn herinnering is een baby veel groter. Maar ik ga vaak natuurlijk later op kraamvisite. Dus ook maar goed dat ze niet veel groter zijn dan dit. Als ze er doorheen passen, als je snapt wat ik bedoel. Maar ja, ik blijf het echt heel schattig vinden. Dan hangt nu al kathaar aan. Het gaat dan lekker. Ik moet natuurlijk alle babykleertjes nog gaan wassen. Dat ga ik doen wanneer ik echt verlof heb. Dan ga ik gewoon van die babywasjes draaien. En dan neem ik jullie natuurlijk ook daarin mee. Even kijken, ben ik nog iets vergeten? Dat gekocht, dat? Nee, dat was het volgens mij. Ik ben even hard op een denken of in mezelf. Ja, nee, dat was het. Dus ja, wel heel erg blij mee. En er komt de kraamweek zelf ook wel weer door met alle pyjama's. En natuurlijk super schattige kleding. Je moet echt niet te lang in de Primark lopen. Zeker niet als je zwanger bent. Want ja. Je wil gewoon alles meenemen. Verder hebben we natuurlijk ook de zwangerschapsshoot gehad. Dat vond ik leuker dan ik dacht. Ik weet het, we hebben ook een hele fijne fotografen trouwens. Die, ja, daar voelen we ons beiden gewoon op ons gemak. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Die heeft ook voor ons de shoot gedaan. Gewoon zo'n koppelshoot nadat we geregistreerde partnerschap hebben gehad. En ja, die foto's zijn natuurlijk nog niet klaar. Dus die laat ik, als ik ze binnen heb, in de volgende of de vlog daarna zien. Een aantal, als jullie het leuk vinden. Maar ja, wat ze zo liet zien zo in de camera, zijn ze echt wel heel mooi geworden. Ze kan het iedereen wel echt aanraden om dat toch te doen tijdens je zwangerschap. Of als je het budget niet hebt, om toch bijvoorbeeld je moeder of iemand foto's te laten maken. Want je vergeet gewoon hoe je zwangere buik eruit zag en hoe je lichaam eruit zag. En ja, ook voor later is het gewoon heel erg leuk om terug te kijken. Veel meer wil ik eigenlijk ook niet meer kwijt. Ik ben kapot na vandaag. Gewerkt voor zwangerschapsshoot en de kerst met mijn oma versierd. Dus ik ben er een beetje klaar mee. Ik ga denk ik de vlog ook gelijk afsluiten. En dan kan ik morgen de vlog van de week daarna starten. En dan hoop ik dat ik niet meer zo emotioneel ben en wat meer beelden voor jullie kan vloggen. Ja, soms gebeurt het gewoon. Life happens. En jammer. Dus nou, ik hoop dat jullie het alsnog wel een leuke vlog vonden. En verder wil ik jullie natuurlijk weer bedanken voor het kijken. En ik zie jullie weer bij de volgende video.